Hoe gaat het nu ongeveer een jaar na de eerste lockdown met jouw kapsalon aan het Mercado? Nou ja, het is lastig. Met de eerste lockdown was er best wel wat steun vanuit de overheid. Dus dat ging eigenlijk best wel allemaal oké. Daarentegen is dat nu heel anders. En nu begint het water toch wel serieus de lippen te raken, zeg maar. Het wordt best wel spannend. Vanavond is de nationale actie voor de kappers. Tussen 6 en 8 ligt aan voordat het uitgaat. Ik moet wel zeggen dat ik heel erg happy ben met mijn team. Die meiden die hebben me ongelooflijk gesteund en hebben vakantiedagen ingeleverd. En de klanten die zijn allemaal heel welwillend en kopen bij mij coronabonnen en verscheuren ze. En anderen zijn ze kwijt en gaan ze niet inleveren. En er is ook bijvoorbeeld een klant die heeft gewoon haar kappersbehandeling overgemaakt. Want die zegt, ik ben elke 6 weken dat en dat bij je kwijt. Dus nu maak ik dat ook gewoon over. Oh, wow. Weet je, dat zijn dingen, daar word je echt bijna geëmotioneerd van. De loyaliteit van de klant is echt ongelooflijk. Nou, ik heb het gehoord dat het een landelijke actie is. Ik weet niet in hoeverre in Purmerend winkels ook hebben meegedaan, kapperszaken. Maar ik begrijp het wel. Kijk, uiteindelijk wil je als ondernemer, wil je natuurlijk ook wel je stem laten horen. En je wil ook het publiek meekrijgen, de publieke opinie, maar ook natuurlijk de politiek. Van jongens, luister naar ons, wij houden dit niet meer vol. En dan denk je ook van, ja, weet je, ik moet mijn rug recht ophouden en ik moet positief blijven, want we gaan gewoon weer open. En hopelijk 3 maart natuurlijk. Ja, ja, ja. En daar hebben we wel ons doel op gezet, zeg maar. Ja, ja, dus dat is een goede steun. En wat verwacht je nog van de overheid? Denk je dat er nog wel een nieuw pakket komt waar jullie als kapsalons gebruik van kunnen maken? Nou ja, dat is 15 februari hebben ze een nieuw steunpakket gelanceerd. En daar zou ook wat vaste kosten, vaste lasten, TVL heet dat, zou ik voor in aanmerking kunnen komen. Dus dat moet je dan afwachten. Ik heb dat aangevraagd en afwachten of dat dan ook gaat gebeuren. Ja, ja. En tot die tijd, hoe zie je dat voor je? Nou ja, weet je, we hebben nu wat eigen middelen ingezet. En pensioenpotjes leeggemaakt en ja, weet je, straks krijg je vakantiegeld. Ik weet even nu niet waarvan, maar weet je, mijn meiden zijn loyaal en die hebben gezegd, weet je, doe je ding en zorg dat we gewoon een baan hebben. Niet alleen de kapperszaken, maar in ieder geval alle contactberoepen, maar ook de horeca, ook de evenementenbranche. Ja, dat doet gewoon vreselijk pijn. Kijk, de horeca kan nog wel iets. Hè. Die kunnen nog in ieder geval een beetje aan het werk blijven, maar dat dekt ook de kosten niet. Schulden lopen op, er wordt geld geleend bij families. Ja, want ze zitten hier natuurlijk niet voor niks. Hè? Het ligt aan voordat het uitgaat, heet de actie. Ja. Maar ben je hier nog wel eens? Of komen er nog wel klanten langs producten kopen? Of mag dat eigenlijk? In eerste instantie mocht het niet in de salon, maar op de parkeerplaats. En brachten we dingen thuis. Ja. Nu mag je vanuit de deur, dus mensen mogen eigenlijk niet naar binnen, maar weet je, bellen je dan van een shampoo of een verfpakketje of iets anders en dan zetten wij dat bij de deur in een tasje. Maar ook de angst van ja, als dit nog langer duurt, dan ben ik failliet, dan is het over en dan zitten die mensen wel met een berg aan schulden die ze ook op een gegeven moment moeten aflossen. Dus ik snap het ook wel en er zijn steunmaatregelen, maar het is ook niet allesdekkend. Wat is precies het doel van deze actie? Alle kapsalons hebben de lichten aan tussen 6 en 8. Ja, voordat het uitgaat, voordat het definitief uitgaat. U vat het in één keer heel goed samen, want dat is precies waar het om gaat. Ja, dat snap ik. Het water staat aan de lippen inderdaad. En ze willen de deuren open en ze willen weer knippen. En de klanten staan ook te springen. En zij zeggen ook, wij kunnen geen inhaalslag maken. Nee. He, dus mensen die er mag geknipt zijn, die komen voorlopig weer even niet. En hoe lang houden ze dat nog vol? Nou ja, hoe ziet u dat? Wat verwacht u daarvan? Nou ja, wat ik verwacht, kijk, uiteindelijk kunnen ze wel weer beginnen. Maar hoe lang duurt dat? Nou, dat weet ik ook niet. Ik kan niet in een glazen bol kijken.
Wat ik wel heel belangrijk vind als wethouder economische zaken, is dat die winkels blijven bestaan. En er doen iets van 3600 kapsalons mee vanavond, omdat iedereen wil het licht aandoen, want straks hoeft het helemaal niet meer aan. En dat we dan straks ook moeten gaan kijken van een herstelpakket. Want dan zijn ze wel open, maar dan hebben ze ook nu niet het vet op de botten. Totaal niet, want men heeft alleen maar schulden. En hoe zou je dat dan kunnen ondersteunen met in ieder geval lokale belastingmaatregelen? En hoe zie je nu de komende maanden voor je? Nou ja, weet je, als we 3 maart open gaan, dan... Dan komt er een explosie. Dan komt er een explosie, die hadden we de vorige keer ook. En daar hebben we in principe al een rooster voor. Dan gaan we gewoon van 9 tot 9 open. Want je zit natuurlijk ook dat je met een maximum van een aantal klanten in een salon mag hebben. Want we weten niet hoe groot zeg maar de ellende is, laat ik het zo maar zeggen. Al moeten we tot 10 uur werken, weet je. We moeten gewoon weer omzet draaien. Want wat je nu mist, maak je ook niet meer goed. Waar wij kunnen steunen, kunnen we. Kijk, we kunnen niet de omzet vergoeden. Dat kunnen wij niet. En door langer open te zijn, als ik het goed begrijp, kun je dus evengoed nog niet hetzelfde aantal klanten knippen, maar in ieder geval nog een stukje meer dan... Ja, ook omdat je natuurlijk met je 1,5 meter zit. Kijk, want je weet niet wat op dit moment het virus doet. Kijk, dan heb je een verlaging. Dan stijgt het weer. Dan heb je de Engelse, de Afrikaanse, de Zuid-Amerikaanse. Ga zomaar door. Het vaccineren, dat is eigenlijk een proces wat doorgezet moet worden. Ik wil je bedanken voor je open verhaal. En ik wens je heel veel sterkte. Nou ja, dat hopen we. Maar heeft u enig idee hoe groot de nood is in Purmerend, zeg maar, bij de middenstand? Heel hoog.